Hey, ik ben Julie en om de lancering van mijn nieuwste boek, Keto in 15 minuten te vieren, wil ik je tonen hoe je van je lichaam een natuurlijke vetverbrander kan maken. En je laten kennismaken met de Keto-keuken, een pure koolhydraatarme keuken rijk aan gezonde vetten en groenten. In mijn vorige video legde ik al uit wat keto precies is en wat de voordelen zijn. En vandaag wil ik je een praktisch stappenplan geven, gebaseerd op het drie-fasenplan uit mijn boek, zodat je het zelf ook eens kan proberen. Voor je aan een ketokuur begint, is het een goed idee om je lichaam minstens 2 weken de tijd te geven om snelle suikers en geraffineerde koolhydraten af te bouwen. En daarvoor wil ik je vandaag ook 5 praktische tips geven. De eerste tip: kijk altijd naar het etiket voor je iets koopt om te zien of er geen toegevoegde suikers of artificiële zoetstoffen in zitten. Een tweede tip: vermijd ook light- en dieetproducten, want die bevatten vaak een lange lijst aan kunstmatige additieven en artificiële zoetstoffen die zin en zoet alleen maar zullen vergroten. Een derde tip is: vervang frisdranken, energiedrankjes en fruitsappen door water, groene thee, kruidenthee, koffie of zelfgemaakte iced tea en vitaminewaters, zoals je ook recepten in mijn nieuwe boek vindt. Een vierde tip is: houd zowel je ontbijt als je lunch koolhydraatarm met veel goede vetten en kwaliteitsvolle eiwitten. En misschien wel de meest voor de hand liggende tip: neem de verleiding weg en vervang suikerrijke tussendoortjes door gezondere alternatieven, zoals je een heleboel recepten in mijn nieuwe boek vindt. En fruit kan je tijdens deze fase ook gewoon blijven eten, maar overdrijf er niet mee. En kies het liefst voor fruitsoorten met minder fructose, zoals bessen, groene kiwi of meloen. En na deze eerste fase kan je 8 weken of langer een ketokuur volgen om je vetverbranding optimaal te gaan activeren. En de meest efficiënte manier, de gemakkelijkste manier om dat te doen, is door 1 à 3 maanden het 15 dagen menuplanprogramma uit mijn nieuwste boek te volgen. Het bevat gedetailleerde dagmenu's met de juiste verhoudingen van zowel koolhydraten, eiwitten als vetten om je lichaam eigenlijk zo snel mogelijk in ketose te brengen. Na gemiddeld 1 à 3 maanden zal je lichaam fat-adapted worden. Wat wil zeggen dat het vet aangepast is. Het zal beter in staat zijn om vetten als hoofdbron van energie te gebruiken. En dan kan je ervoor kiezen om van een strengere ketokuur te gaan evolueren naar een flexibele low-carb levensstijl. Ik ben al sinds heel benieuwd wat jouw ervaringen zijn en wat je van het nieuwe boek vindt. Dus laat hieronder zeker een berichtje na. Geef de video een duimpje omhoog en vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Tot de volgende!